Je hebt gewoon 100 euro gewonnen. Ik vind het echt heel leuk. Ja, het is december en dat is op zich al een dure maand, hè? Alle feestdagen die eraan komen. En daarom ga ik wat leuks doen vandaag. Ik ga namelijk voorbijgangers verrassen met een leuk cadeau. Moet je het alleen wel even zelf uitpakken. Ja, met ICS is uitpakken altijd een feestje, want ik mag 7 mensen blij maken met 100 euro. En ik heb nog een fanfareband geregeld om de verrassing echt compleet te maken. Kijk, daar zijn ze. Nou, dit klinkt top. Jos, jij bent fanfarebandleider. Hebben we een beetje een feestelijk nummer in het repertoire? Beetje feestelijk. Verschrikkelijk, vreselijk feestelijk. Ja, dit is top. Volgens mij, een feestje kan ik helemaal aan jullie overlaten. Dat komt helemaal goed, hè? Ik roep jullie er zo bij. Goed, hè? Doe maar. Moeten we nog een teken afspreken, Jos? Fanfare! Ja, oké, toppie. Oké. Ik zie jullie zo. De camera's zijn verstopt, de band staat klaar. En nu is het uitpakken maar. Oh, kijk, er komt iemand aan. Kijk. Hopelijk. Nee. Zit gewoon op de telefoon. Loopt gewoon langs 100 euro. Het zou zomaar kunnen dat we hier nog even staan, hoor. Maar dan komt er iemand heel onverwachts ineens uitpakken. Ja. Wat gebeurt er nou? Ik heb een 100% 100 euro gift card. Ja. Ik heb nog een leuke verrassing voor je. Vertel. Kom er maar in. Hou je een beetje van verrassingen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ja, hey. Oké, je gaat er weer vandoor? Ja. Top, yo. Wat gebeurt hier nou? Nou, zo zie je maar. Blijkbaar houdt niet iedereen van verrassingen. Ja, niks aan te doen. Dan gaan we snel weer andere mensen verrassen. Oh, hier. Ja, hier. Hier. Dit stelletje. Zo, jij was snel. Ja, ik was snel. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn aan het wandelen en aan het uitpakken. Ho. Wat gebeurt hier? Pak uit en win. Wauw. Wat ben je aan het doen? Ja, ik zag wat. Pak het uit en zie wat je wint. Nou. Ja, wat is er? Wat heb je nu gewonnen? Ik zie een 100 euro cadeaukaart, maar ik weet niet voor wat. Nou, ik denk dat die voor jou is. Ja? Hoppatee. Wauw, geweldig. Ja. Dit is helemaal van leuk. Kom er maar bij. I don't speak any Dutch. Well, it doesn't matter. It's a present for you both. Where are you from? I'm from Brazil. You're from Brazil? Ja. Heb je al een idee wat je wil gaan kopen voor haar? Nou, ik moet nog een cadeautje kopen. Dus waarschijnlijk wel het mooiste hier zeker van. Dus dat... Nou, dat moet wel lukken, toch? Sieraden of zoiets. Waar ga je het dan uitgeven? Ik denk nieuwe schoenen. Nieuwe schoenen? Ja, gast. Dat heb... Nou, dat mag ook wel inderdaad. Ja, wat gaan we ermee doen? Ik ga het aan hem wel vragen. Wat ga je ermee doen? Nou, ik denk lekker misschien het avondje uit eten. Ja, dat kan. Ja. Nou, ik denk dat ik eens ga uitpakken voor mijn familie bij kerst. Ja? Ja, dat is mooi. Want vieren jullie altijd kerst groot? Nee. Met cadeaus of zo? Of? Ja, wel, maar... Ja? Kleine dingen. Nou, ik ga hier gewoon naar de bioscoop zo even. Dat is hier vlak in de buurt. Dus dan hou ik nog wel wat over. Ik denk al. Verder. Wat voor dure bioscoop ga jij? Ja. Nou, wat leuk zeg. Top, wauw. Ben je er blij mee? Ja, hartstikke blij mee. Ja, ik zie het. Je straalt helemaal, joh. Win jij wel eens vaker wat, dit geluksvogel? Dit is de eerste keer. Hey, hoe zou je het vinden als ik nog een kleine extra verrassing voor jou heb? Kom maar op. Dus ik ben benieuwd. Wat heb je? Hou jullie een beetje van een feestje? Ja! Fanfare, kom maar! What is happening? Yeah, this is normal in Amsterdam. Normal yeah. Day, normal Monday. It's the same like a Brazilian carnival. Zo zie je maar, met de ICS creditcard heb je altijd en overal voordeel. En is het elke dag een feestje. Toppie. Nou, weer iemand blij gemaakt.
Niet om het een of ander, maar ik denk wel dat je verkeerd geparkeerd staat. Dus ik vrees dat die 100 euro, die wil je liever niet aan een parkeerboete uitgeven. Hè? En veel plezier met je nieuwe schoenen zo meteen. Hè? Ja, prachtig om te zien. Hè? Als je namelijk nou niet zoveel op je telefoontje zit, maar gewoon kijkt wat er om je heen gebeurt, loop je ineens tegen een leuke verrassing aan. Tip voor de volgende keer.